we zijn bijna aan het einde gekomen van deze tweede Tech Talk Late Night over internetvrijheid. Maar zoals elke maand doen we altijd aan het einde nog even de partner die dit gefinancierd heeft. Nou, en voor deze avond hadden we Stichting Internet Domeinnaam Registratie, die de 5 miljoen .nl-adressen beheert, dus een onafhankelijke stichting, bereid gevonden om deze avond voor ons te betalen. Een hele belangrijke club, die zorgt ervoor dat het internet ook bereikbaar is in Nederland, dat we als Nederland ook op het internet staan. Ik ben ook blij dat vanuit SIDN, dus de Manager of Research, even snel kon reageren op deze avond. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Christian Hesselman. Christian, ja, het is een beetje verwarrend. Christian. Maar goed, u houdt ons wel uit elkaar, hoor. Eén zonder haar, één met haar, zoiets. Dankjewel. We zijn wel een beetje van dezelfde leeftijd, geloof ik. Ja. Dat zou kunnen. Je bent manager research bij SIDN, maar je zit ook in de MT. Wat is SIDN, als je dat even kort samenvat? Wat is jullie rol in de Nederlandse samenleving, of eigenlijk de informatiesamenleving? Ja. Nou, je hebt het net al een klein stukje uitgelegd, Chris. Wij zijn de beheerder van .nl. Dat betekent dat wij alle .nl-domeinnamen in Nederland onder ons beheer hebben. En dat houdt weer in dat als je een .nl-domeinnaam registreert, dat die uiteindelijk bij ons in onze systemen terechtkomt. En dat wij hem wereldwijd ontdekbaar maken op internet. Dus als jij waar ook de wereld techtalk.nl intikt, dan zorgen wij ervoor dat je bij de juiste pagina terechtkomt. En dat verloopt via het systeem wat Jaap Henk zo net beschreef, het domain name system. En hoe worden jullie nou betaald? Wij worden betaald uit de domeinnamen. Wij werken samen met onze tussenpersonen. Dat zijn zogenaamde registrars. Mm-hmm. Die hebben contact met de consumenten. Die verkopen domeinnamen. En wij betalen een deel daarvan betalen ze aan ons. Oké, en van dat geld beheren jullie de spullen, administratie. Dat soort, en soms ook binnen zo'n paragraafje maatschappelijk verantwoord ondernemen, noemen we dat dan. Doen jullie ook dit soort dingen. Wat vond je ervan vanavond? Nou, ik vond het een heel erg interessante presentaties moet ik zeggen. Mooie locatie ook. De twee dingen die mij opvielen, die er voor mij uitsprongen, waren de presentatie van de mevrouw van de RDW. Wat ik daar interessant aan vond was dat ICT en internettechnologie wordt gebruikt om een maatschappelijk probleem op te lossen. In dit geval mobiliteit. En je ziet dat de ICT dan bijdraagt aan sustainable maken van de samenleving. En doordat we allemaal een stukje vrijheid opgeven, maar wel collectief, kunnen we wel collectief bijdragen aan een meer duurzame planeet en een meer duurzame samenleving. Dus dat vond ik een erg interessante. De tweede die ik erg interessant vond, maar dat was eigenlijk meer een opmerking die Jaap Henk Terloos maakte. Dat was dat ze op de Universiteit Nijmegen een opleiding cybersecurity aan gaan bieden. Ik denk zelf dat vanuit in ieder geval het SIN gezien een erg belangrijke ontwikkeling is. We zien dat cybersecurity steeds belangrijker wordt om het vertrouwen van de consument en van de burger en het bedrijfsleven in het internet op een hoog niveau te houden. En ik denk dat een opleiding cybersecurity daar flink aan bij kan dragen. En wij zitten zelf ook, als organisatie, zijn we ook actief op het gebied van internetveiligheid. Oh, en wat doen jullie op dat gebied? Nou, we hebben afgelopen mei, dat is een paar maanden geleden dus, hebben wij een beveiligde variant uitgerold van het systeem wat Jaap Henk net beschreef. Dat was het DNS. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat als jij www.techtalk.nl intypt, dat je ook daadwerkelijk bij jouw website uitkomt. Okay. En niet dat er iemand tussenin kan zitten die jou ongemerkt naar een andere website leidt. En dus die technologie die draagt bij aan het veiliger maken van het internet. En dus geeft weer vertrouwen in het internet voor burgers en consumenten. En dat is weer goed voor de socio-economische ontwikkeling van Nederland. Oké. Okay. Je bent zelf computerdeskundige ook. Ja. Okay. En nou, als hoofdonderzoek leid je ook dit soort projecten die dan ook onder SIDN vallen. Nou, leuk dat je het zegt, want de volgende Tech Talk, 4 december, gaat ook over veiligheid. Wat er allemaal gehackt wordt, gekraakt. Hoe je dingen beveiligt, waar het misgaat. Alle ellende die we op de PC en de Mac hadden, komt nu ook op de mobieltjes. We gaan ook kijken hoe ICT ingezet wordt, juist om de veiligheid te vergroten. Dus wat de agenten allemaal doen, wat u thuis voor spullen kunt ophangen om de boel te beveiligen. Veiligheid, de volgende keer. Dus bedankt voor dit bruggetje even naar het thema van de volgende maand. Graag gedaan. Nou, ik vond het hartstikke fijn om met jullie samen te werken. Ik hoop jullie gauw weer terug te zien bij Tech Talk Late Night. Maar eerst nog even een hartelijk applaus voor SIDN en Christian Hesselman. Dankjewel.